Het is zaterdag 5 december, Sinterklaas. Maar u krijgt ook van mij een overzicht van het belangrijkste nieuws van de week. Zo is er nog steeds een hoop onduidelijk over de dood van de 16-jarige Dasha Graafsma uit Hollandse Rading. Huisjesmelker Van Hooijdonk lijkt opnieuw zijn jonge huurders te treiteren. En stonk het deze week verschrikkelijk in de Voorstraat in Utrecht. Nou, dat allemaal straks, want we beginnen met de maandag. Wie maandag van Amsterdam naar Amersfoort reed, heeft misschien wel de schrik van zijn leven gekregen. Bijna 20 kilometer lang reed er een spookrijder op de A1. Een dronken man reed wel 120 kilometer per uur tegen de rijrichting in. Een automobilist op de andere baan filmde de wegpiraat. Cameraman Jordi Dekkert kan zijn ogen niet geloven. Hij rijdt gewoon tegen het verkeer in. Om 12:30 vannacht ziet hij op de A1 een auto aan de andere kant van de vangrail dezelfde kant op rijden. Met 120 kilometer per uur. Ik dacht eerst nog dat er een spitsstrook open was wat ik niet gezien had of zo. Maar ik kwam dichterbij en toen dacht ik nee, dit is echt... Die rijdt gewoon aan de verkeerde kant. Jordi zet de camera boven zijn dashboard aan en belt 112. Boven de bewuste rijstrook gaan rode kruisen aan, maar die hebben geen effect. Hij was zelfs nog aan het licht seinen. Dat hij dacht van die automobilisten die mij tegenkomen, dat is echt niet goed. Hij dacht, er zijn allemaal spookrijders ja, op de weg. Ja, hij dacht echt dat iedereen gek was geworden. Licht seinen voor de mensen die hem in tegenkomen. Gemiddeld vallen er 2 doden per jaar door spookrijders. Een spookrijder komt meestal op de verkeerde rijbaan terecht doordat hij een afrit als oprit gebruikt. Vaak komt de bestuurder er snel achter dat hij de verkeerde kant op rijdt. Als dat niet gebeurt, is er meestal alcohol in het spel. Dat was ook vannacht op de A1 het geval. Nadat hij bijna 20 kilometer tegen het verkeer in heeft gereden, weet de politie de bestuurder bij Eembrugge van de weg te halen. De 27-jarige Edenaar heeft bijna 3 keer zoveel gedronken als toegestaan en had al die tijd niks door. Kon je hem zien zitten? Ja, ik heb hem gewoon... En hij heeft me geen blik gegund. Hij bleef echt zo strak kijken. En ja, het was echt heel absurd. Wat een gek. De meeste mensen weten wel wat je moet doen als je een spookrijder tegenkomt. Houd uiterst rechts aan, haal niet in en waarschuw met lichtsignalen. Maar wat doe je als je zelf die spookrijder bent? De eerste optie is dat als er een hele brede middenberm is, en die is dan rechts van jou, dat je meteen daar naartoe gaat. En de andere optie is dat je een gat ziet in het tegemoetkomende verkeer. En dat je dan zo ver mogelijk naar links gaat. En dat is dan de vluchtstrook. Alarmlichten aan, zodat je zichtbaar bent. Uit je auto, achter de vangrail gaan staan en 112 bellen. Jordi wordt vandaag plat gebeld over zijn bijzondere filmpje. Hij is alleen maar blij dat het goed is afgelopen. Ik zat echt continu eigenlijk en je hoopt het niet, maar je zit te wachten op die klap. Wat is er gebeurd met de 16-jarige Dasha Graafsma uit Hollandse Rading? Ze kwam vorige week onder de trein na een avondje stappen in Hilversum. De politie denkt aan zelfmoord, maar de familie twijfelt daaraan en schakelde een patholoog in. Mocht hier iets uitkomen in de vorm van GHB of wat voor stof dan ook, wat zij niet zelf genomen heeft, maar wat is toegediend door een ander, dan hebben we een compleet andere zaak dan de eenvoudige diagnose, het zal wel zelfdoding zijn. De dood van de 16-jarige Dasha houdt de gemoederen bezig. Dat dit meisje na een avond stappen en een hele nacht zonder jas ronddwalen voor een trein zou springen, dat kan haar familie niet geloven. Nou, moet ik helaas aangeven dat kan niet de meest gehoorde opmerking bij een zelfdoding is. Maar er zijn een aantal gevallen, en het zijn er helaas meer dan mij lief is, waarbij ik volledig meega in het verhaal. Zo van, ik begrijp wat je bedoelt en laten we hier eens naar gaan kijken. Voor de politie is het al een afgesloten zaak, maar voor de familie dus nog niet. Patholoog Frank van der Goot doet het onderzoek morgen pro deo. Hij snapt de wens van de familie erg goed. Ja, ik zou zeggen, misschien dat er wat vaker kleinschalig onderzoek moet plaatsvinden bij dit soort overlijdens. Om iets meer zekerheid te kunnen bieden. Het gaat niet alleen om strafrechtelijke vervolgbaarheid. Het gaat ook naar je maatschappelijke verplichting tegen nabestaanden. De eerste resultaten van het onderzoek zijn inmiddels met de familie gedeeld. Ook de politie doet onderzoek naar haar laatste uren. Hierover is pas na het weekend meer duidelijkheid. De politie in Baarn pakte dinsdag de verkeerde mannen op bij de Boni. Het personeel van deze supermarkt dacht dat de mannen iets te maken hadden met de schietpartij van vorig weekend. In de Oosterstraat in Baarn vloog vorige week zaterdag een kogel door een ruit van een huis en een auto. Niemand raakte gewond. Bij de supermarkt werden onterecht 4 arrestaties verricht. Zij lopen inmiddels weer vrij rond. De echte daders zijn nog steeds niet gevonden. Huurders van de beruchte huisbaas Van Hooijdonk uit Utrecht trekken opnieuw aan de bel. Volgens studenten probeert de huisjesmelker ze weg te pesten omdat ze te weinig opleveren.
Hij betaalt mensen om ons weg te pesten. En daardoor vind ik het gewoon een lafaard. Hij durft niks zelf. Dan weer geen warm water. En dan weer geen verwarming. Diefstal en vernielingen. De beschuldigingen liegen er niet om. Volgens studenten die wonen aan de Zamenhofdreef in Utrecht is hun huisbaas Marcel van Hooydonk hier verantwoordelijk voor. Alleen onherkenbaar wil een van de studenten zijn verhaal doen. Hij zegt: ik wil geen studenten meer in dit complex. En ik denk dat dat gewoon is omdat wij te duur voor hem zijn. En hij wil gewoon dat mensen de volle pot moeten betalen. In principe wil hij gewoon dat wij hier weggaan. En dat er nieuwe mensen die geen studenten zijn hier geplaatst worden. Want die brengen meer geld in het laadje dan de tientallen studenten die er nu wonen. Een groot aantal van hen heeft inmiddels zijn spullen al gepakt. De lege kamers worden volgens de studenten verhuurd aan ongure types die hen bedreigen en intimideren. Met een telefoon hebben ze er geluidsopname van gemaakt. Er is iemand in het huis geplaatst met een psychische stoornis. En hij gedraagt zich extreem wild, extreem gevaarlijk. Hij zegt dat hij mensen wil neerschieten, dat hij ze neer gaat steken, dat hij de rechter kent. Hij gooit met glazen. En dan moet je je voorstellen dat wij zijn studenten. En dit is gewoon een oude man, leeftijd rond de 40. En daar kunnen wij niks tegen doen. Van Hooydonk komt geregeld in het nieuws als slechte huisbaas. De eigenaar is de omstreden huisjesmelker Van Hooydonk. Hoe kan de omstreden huisjesmelker Marcel Van Hooydonk worden aangepakt? Begin dit jaar roept de jongerenafdeling van de SP Van Hooydonk nog uit tot huisjesmelker van het jaar. Ook de gemeente Utrecht zegt de slechte reputatie van de omstreden huisbaas te kennen. In een telefoongesprek ontkent Van Hooydonk vandaag alle beschuldigingen. Ik heb nog nooit een huurder daar bedreigd of geïntimideerd of ook maar één vervelend woord mee gewisseld. Bent u een goede huisbaas? Ik vind mezelf een goede zender, althans ik kom mijn afspraken na. En als iedereen dat doet, dan zou het... Dat voor iedereen prettig zijn, denk ik. Door te dreigen met een rechtszaak hebben studenten Van Hooydonk wel zover gekregen dat de huurprijs omlaag gaat. Maar de intimidaties en bedreigingen houden volgens de huurders niet op. Het liefst zouden ze het huurcontract verscheuren, maar dat gaat naar eigen zeggen niet. Nou, probeer maar eens wat te vinden. Ik kan het gewoon niet. Gisteren heb ik nog druk lopen zoeken en ik kan gewoon niks vinden. Een enorme stank hing er deze week in de Voorstraat in Utrecht. Bij café Voortuin is boterzuur naar binnen gespoten met een plantenspuit. De politie zette de boel af. Boterzuur is niet gevaarlijk voor de gezondheid, het stinkt alleen heel erg. De brandweer heeft de vloeistof verdund met water en weggespoeld. De politie doet nog onderzoek naar de daders. Als het goed is, zijn al uw Sinterklaas cadeautjes inmiddels netjes ingepakt voor pakjesavond. En u zult ongetwijfeld gemerkt hebben dat inpakken best een vak is. Je komt ze steeds vaker tegen. Plekken waar je je Sinterklaas cadeautjes kan laten inpakken. Zoals hier in het Utrechtse Hoog-Catharijnen. Deze dames hebben iedere dag aardig wat pakjes in hun handen. Het zou zijn 20ste, 30ste. En de mensen zijn er maar wat blij mee. Het scheelt aan mij natuurlijk weer een beetje cadeaupapier kopen. Plus, moet eens kijken hoe ze het inpakken, zo mooi. En het is voor mijn dochter. Ik moest allemaal cadeaukaarten kopen voor mijn dochter. Dus ik denk dat ik haar wil blijven verrassen hiermee, want zo mooi ken ik het zelf niet. Jee. Nou, waar ik voornamelijk ook op let is of er al de prijskaartjes nog aanzitten. Dat is vaak wel belangrijk. En voor de rest probeer ik het zo netjes mogelijk te doen, maar met sommige cadeautjes is dat moeilijker dan bij de andere. En laten wij nou net zo'n moeilijk cadeautje mee hebben genomen. Want ronde vormen behoren nou niet echt tot de favorieten. Ja, het is altijd... Het afwerkt, ze zeggen de bovenkant en de onderkant, vind ik altijd lastig om te doen. Maar 25 kilometer verderop in Leusden zit iemand die juist dol is op ronde vormen. Oh, wauw. Leuk man, een ronde vorm. Ingrid Kroeze is dol op het inpakken van cadeautjes. Tip 1, zorg dat je papier op maat is geknipt. En dan is het opletten. En wat je dan doet, is dan ga je als het ware plooitje voor plooitje, ga je het papier naar het midden toe trekken. Dus ik short en ik trek als het ware iedere keer het papier naar het middelste punt. Shorren en trekken dus. Shorren en trekken. Maar deze methode is lang niet voor iedereen weggelegd.
En dat kan ik me ook wel voorstellen, want ja, dit zijn dingen die we niet leren vroeger op de kleuterschool. En dan kun je dus op die manier mooie krullen maken. En kijk nou eens wat een plaatje. Terug naar Hoog-Catharijne. Die mag er ook best wezen. Zo, nou, kijk eens aan. Een heel mooi cadeautje voor de kleine meneer. Maar de hamvraag is nu, wat zegt deze meneer tegen zijn dochter als ze hem complimenteert met zijn inpakkunsten? Nou, wat denk je? Een beetje van mezelf en een beetje van deze twee dames. De dreigende uitzetting van voetballer Christian Gandou is ook door de Tweede Kamer opgepakt. De SP gaat kamervragen stellen aan staatssecretaris Dijkhoff van Justitie. De speler van de Utrechtse club Maghreb 90 moet uiterlijk 17 december terug naar zijn geboorteland Congo. Zijn verblijfsvergunning is ingetrokken omdat hij een jaartje in Polen heeft gevoetbald. Op het besluit is verontwaardigd gereageerd. De 23-jarige Gandou kwam als weeskind naar Nederland en heeft hier pleegouders. Ik werk heel vaak samen op dit gebied met de ChristenUnie, met GroenLinks en met D66. En zo heel af en toe ook nog met de Partij van de Arbeid. Maar sinds die in de regering zitten met de VVD is dat natuurlijk wat lastiger. Maar met die andere drie partijen zal ik zeker samen naar de zaak kijken. Op bijna alle scholen werd vrijdag Sinterklaas gevierd. Wel of geen Zwarte Pieten is daarbij al maanden onderwerp van discussie. De openbare basisscholen in Utrecht willen van Zwarte Piet af. Maar niet alle ouders zijn er blij mee. Op de Prinses Margrietschool liepen de emoties zelfs hoog op. Dat ik er niet was. Klik er lekker op, joh. Wacht, Kees. Laat dat mens gewoon staan voor die camera. Het Sinterklaasfeest op de Prinses Margrietschool in Utrecht verloopt dit jaar anders dan anders. Ouders bekvechten met elkaar en agenten rijden geregeld voor de school langs. Sinterklaas komt niet zoals gewoonlijk via de hoofdingang naar binnen, maar via de achterdeur. En je hebt nou eenmaal mensen die voor zijn, mensen die tegen zijn. Dat is niet alleen groot in de pers, dat is ook hier op mijn school. En dat is er gewoon. Daar moeten we met elkaar leren omgaan. Wel of geen Zwarte Piet. Alle openbare basisscholen in Utrecht hebben besloten Zwarte Piet in de ban te doen. De Prinses Margrietschool heeft de Pieten vervangen door Minions. Minions zijn tekenfilmfiguurtjes uit de film Verschrikkelijke Ikken. Het leverde de school een storm van kritiek op. Verschillende ouders gingen zelf als Pieten naar de school. Meerdere Zwarte Pieten op school, ja. U heeft toch uw zin gekregen? Ja, bij allemaal eigenlijk. Nou ja, we hebben het voor de kinderen gedaan. En het gaat helemaal niet erom om je zin te krijgen. Het gaat er gewoon om, Zwarte Piet hoort erbij. Maar niet iedereen is het met haar eens. Terwijl de kinderen op een afgeschermd plein met de Minions en de Pieten feest vieren, gaat de discussie voor de school verder. Volgens ouders die bij het Sinterklaasfeest waren, hebben de kinderen weinig van de commotie meegekregen. Kinderen hebben denk ik geen problemen gehad met dit 2015 Sinterklaasfeest. Is dit nog wel een kinderfeest? Dit is een probleem van de ouders, niet van de kinderen. De kinderen hebben helemaal geen probleem met Zwarte Piet of het idee van Zwarte Piet. Dat hebben de ouders. Voor volgend jaar zal de school opnieuw een manier moeten vinden om alle ouders tevreden te houden. Hoe? Dat wordt nog een uitdaging. Dus wij zullen ook voor volgend jaar goed in gesprek moeten blijven hoe we het gaan invullen. Er werd ook gevraagd van, willen jullie dat het Minions blijven? En riep ze ook nee. Dus ja. Toch uw zin gekregen? Ja, inderdaad. Zondag vertrekt Sinterklaas weer en voor heel even ook de discussie. Het weer dan nog. Vandaag is het wisselend bewolkt. Soms komt de felle zon er even doorheen. Het wordt 9 graden. In de avond en in de nacht trekken er veel wolken over. Het koelt af naar de 7 graden. En morgen blijven de buien uit, maar het wordt wel een bewolkte dag. Het wordt zo'n 11 graden. Dat was het nieuwsoverzicht van deze week. Kijk voor het meest actuele nieuws op de website of de app. En wij zijn er vanmiddag weer om 5 uur met een nieuwe uitzending. Ik wens u een hele fijne Sinterklaasavond en een prettig weekend.